President Desi Bouterse heeft vandaag 7 rechters beëdigd. Het gaat om 1 lid van het Hof en 6 leden plaatsvervangers. Bouterse heeft bij de ceremonie benadrukt dat de beëdiging van deze leden belangrijk is om het tekort aan rechters in te lopen. Door het bestaande tekort aan rechters kunnen rechtszoekenden nog steeds niet altijd op tijd aan de beurt komen, zoals het vaak simpel wordt uitgedrukt. Daarom mogen wij ons steeds verheugen wanneer een rechter, CQ, rechters worden benoemd. Met uw beëdiging tot lid van het Hof van Justitie geeft de regering blijk van het verder inhoud geven aan de rechtsstaat waarbinnen een goed functionerende rechterlijke organisatie past. Het staatshoofd heeft de leden opgeroepen om zich goed van hun taak te kwijten. Hij benadrukt dat efficiëntie daarbij heel belangrijk is. De samenleving ziet uit naar de vruchten uw arbeid in de volle overtuiging dat u een wezenlijke bijdrage zult leveren aan de snelle, deskundige en onafhankelijke rechtspraak. Een rechtspraak waarbinnen er slechts plaats is voor gerechtigheid en gebondenheid aan wet en recht en het gehele rechtssysteem. President Desi Bouterse vandaag bij de beëdiging van 7 leden van het Hof van Justitie. De beëdiging vond plaats in het presidentieel paleis.